Welkom bij de Tongense Keuken. Vandaag twee primeurs. Ten eerste gaan we starten met de nieuwe camera. Om jullie nog beter te kunnen voorzien van beter beeld en geluid. En daarnaast ga ik proberen om twee gerechten samen te voegen tot één gerecht. Dat is gehakt stroganoff en spinazie uit de oven. En dat ga ik samen een ovengerecht van maken. 300 gram runder gehakt, 450 gram verse spinazie, 200 gram champignons fijn gesneden, 8 plakken tomaat, een fijn gesnipperde gele ui, 2 fijn gehakte tenen knoflook, 250 gram ricotta, 100 gram mozzarella, 50 gram parmezaanse kaas, 350 ml melk, 200 ml slagroom, 25 gram boter, een borrelglaasje rode port, ter garnering een paar blaadjes verse peterselie, citroensap van een verse citroen. Als kruiden gebruiken we oregano en een klein beetje nootmuskaat. Worcestershire saus, peper en zout. Nou, aan de slag. We beginnen met de uitjes. Die gaan we even fruiten. Als we het glazig zien, gaat het gehakt erbij. Maar we zien al wat glazig. Tijd om het gehakt erbij te doen. Dat gaan we wel maken. Maar eerst een beetje peper. En wat zout erover. En vervolgens kunnen ook 1 teen knoflook erbij. De andere houden we apart voor het andere gerecht. Het gehakt is al wat rul. Tijd om er de Worcestershire saus bij te doen. Ik struikel haast over mijn woorden. Niet te veel. Ongeveer 1 eetlepel. Een heerlijke geur. Dan doen we de helft van de champignons erbij. De andere helft gebruiken we voor het gerecht met de spinazie. Die bakken we nog even aan. Dit komt al aardig op gang. We gaan er de melk bij doen. Die verdelen we. Met een borrelglaasje heerlijke zachte rode port. Dan valt de temperatuur wat weg. Die gaan we iets hoger zetten. Dit moet goed heet worden, alvorens we het volgende erbij gaan doen. Dit wordt al goed heet. Temperatuur iets minder. Tijd om de zure room, slagroom erbij te doen. Zodat het geheel dadelijk wat dikker wordt. Goed mengen. En dit laten we nog een paar minuten zo staan. Nou, mijn sausje staat al te pruttelen. Hij was nogal wat dun, dus ik heb er een paar eetlepels maïzena bij gedaan. Zodat die een klein beetje dikker wordt. Dit kan zo meteen van het vuur af en dan gaan we verder met het volgende gerecht. In een andere pan heb ik een klein beetje olijfolie verwarmd. Daar gaat een restant van champignons in. Samen met het restant van de knoflook. Deze bak ik zo'n 5 minuutjes aan. Voordat de spinazie erbij gaat. De spinazie is zo klaar. Nou, inmiddels zit alle spinazie in de pan. Zoals je ziet is hij al wat aan het slinken. We gaan hem een beetje kruiden. Klein beetje peper erbij. Een beetje zout. De oregano. Die wil niet erg. Aan deze kant gebruiken. Zo, op deze manier. En als laatste vers citroensap. Van een halve citroen. Zo.
Je kan natuurlijk ook met een persen. Dit laten we nog heel even zo staan. Voordat we de kaas erbij gaan doen. Of ik moet zeggen, de ricotta. Kijk, je ziet wat er overblijft uiteindelijk van die spinazie. Dat leek zo'n hele hoop. We gaan er de ricotta doorheen roeren. Verloren. En dit mengen we dan goed door elkaar heen. Het ruikt heerlijk. Zo, dit is klaar om zo meteen samen met mijn mengsel van gehakt in een ovenschaal te doen. Ik heb hier inmiddels een ovenschaal, die heb ik al ingevet met boter. Tijd om ons mengsel van gehakt erin te gieten. En dan wat verdelen natuurlijk. En vervolgens gaat daar overheen ons mengsel van spinazie. Dat doe ik iets voorzichtiger, zodat het wat verdeeld wordt. Saus en nog een champignonnetje. Vervolgens gaan er de tomaten overheen. Een beetje verdelen. Zo, ziet er mooi uit. De mozzarella er tussendoor. Hier nog wat. En als laatste, het is nogal wat Italiaanse kaas wat we gebruiken bij dit gerecht. De Parmezaanse kaas, die gaat er overheen, zodat we dadelijk een mooi goudkleurig laagje krijgen. Een beetje verdelen. En dan gaat dit dadelijk voor een half uur in een volverwarmde oven op 175 graden. Final touch, een klein beetje nootmuskaat. Ik heb een echt nootmuskaatje. Ik heb me laten vertellen dat dat gewoon wat schrapen is. Eerste keer dat ik het zo doe. Je kunt natuurlijk ook gewoon gemalen nootmuskaat gebruiken. Nou, we zijn een half uur verder. Mijn gerecht is uit de oven. Dit is het eindresultaat. Het ruikt heerlijk, het ziet er ook geweldig uit. Als het ook zo smaakt, nou dan gaan wij heerlijk smullen. Niet vergeten, liken is leuk, abonneren wordt gewaardeerd. En vergeet niet mensen, abonneren kost geen geld, dat is gewoon gratis. Maar dat wil gewoon zeggen dat je elke video van ons te zien krijgt. Is er iets niet duidelijk? Onderaan de film vind je een link naar seizoenenblog, onder de rubriek Dagschotels van Camille kun je alles nog eens terugvinden en lezen. Wij gaan nu aan tafel. Smakelijk eten. Buon appetito.